Dus we gaan nu oefeningen doen om te leren voelen dat je de keel ook open kan houden of open kan maken. En de eerste oefening is gapen. Dus als je gaapt, dus neem een goede houding aan, je voeten plat op de grond, je handen op je bovenbenen en je gaat gapen. En ga dan eens voelen wat er gebeurt. Je voelt hoe de lucht naar binnen gaat bij het gapen. En voel dan eens wat er verder in je keel, achter in je mond gebeurt als je gaapt. Je kunt het nog een keer doen. Ja. En kijk, je hebt je hoofd een klein beetje omhoog met je kin. Kijk of je je kin een beetje meer naar je borst kan doen. Want hoe meer je dit gebied hier in de keel strekt, hoe lastiger het is om te ontspannen. Dus kijk of je je kin een beetje meer naar beneden kan doen. En doe je het nog een keer. Ja, zo ja.